Draai Stug. Het programma voor en door studenten. Vandaag stelt CNN Sam de afschaffing van het academisch kwartiertje aan de kaak. Laat Alice ons zien hoe ze woont. En is Fokko fokt op. Maar we beginnen met de hoogtepunten van het Stug Zomerfestival. Een nieuwe ronde, nieuwe kansen. Een nieuw seizoen van Stug is inmiddels aangebroken. En om dat te vieren hebben wij een festival georganiseerd. Een stukje naar de kijker toe. Hier achter mij staan vier mensen van het Nederlands beachvoetvolleybal elftal. En daarachter een zaal vol met spannende leuke mensen die een fantastisch feest gaan beleven. Welkom bij het nieuwe seizoen van Stug. Welcome back. Oh yeah man, how you doing? You good? I know you like that. Yeah, I know you like that. How long you been back, man? Welcome. I see the girls in the club, they getting wild for me. Hallo. Alsjeblieft. Dankjewel, hoe werkt het? Je drukt op knopje aan, dan gaat hij aan. Ja. En dan kan je kiezen uit drie verschillende kanalen. Kan je naar drie verschillende soorten muziek luisteren. Nou, hartstikke spannend. Pump up the volume, pump up the volume, pump up the volume, dance, dance. Ja, hij doet het, hij doet het. Top. Wat heb je op? Wat zeg je? Wat heb je op? Kanaal 1, Tom Uls, sowieso. Is dat goed? Wil je het even horen? Mooi hoor, mooi. Ja. Welkom allemaal op deze workshop. Ja, leuk. Funky press just to impress. Turn the volume up. Funky press just to impress. Ready to party. Funky press just to impress. Turn the volume up. Funky press just to impress. Ready to party. Funky press just to impress. Turn the volume up. Dames en heren, we zijn nog steeds op het Stug Binnenste Buitenfestival. Die hier live op het strand Ulleborg. Naast mij staan mijn gewaardeerde collega Sien en Sam. We nemen pils. Ja. Gaat zo naar onder naar boven. Ja. En dan drie. Drie. Ja toch? Ja. Hij gaat niet weg. Ja. Klemmen. Ja, ja, ja. Aan de lip. En kantelen. Matig. Hoezo matig? Uitvoering goed. Hij deed, snelheid 4. Niet forsen, drinken, slikken, slikken! Ja, en klaar! Dit was Af met Floris, een bijzonder goede avond. Hoi Stug, welkom in mijn huis aan de Annestraat. Kom je mee? Nou. Kom maar mee naar mijn kamer. Welkom thuis. Nou, zijn we gelijk in mijn keuken aangekomen. Ik heb lekker aardappeltjes uit de oven gemaakt vandaag. En een salade. En een soepje. Dus als jullie nog gezien hebben, zo meteen. Hartstikke lekker. Ik heb hier allemaal leuke foto's van vriendinnetjes en van vrienden en van familie. Mijn opa en oma niet te vergeten natuurlijk. En dan heb ik nog een foto die jullie echt graag willen zien. Ja, hier zijn we dus naakt. En wat wel leuk is om te vertellen is dat Noël, een vriendinnetje van mij, nog een keertje heeft gepresenteerd voor OogTV. Dus hier is nog een keertje. Een ode aan Noël. Dames en heren, een uitmuntende avond hier bij OogTV. Deze beer, die kreeg ik toen ik werd geboren. En ik heb hem nog steeds. Dus hij gaat altijd met mij mee. Zo'n robijntje. De cameraman vroeg of ik eventjes de gitaar wilde vastpakken, zodat hij de muziekje onder kon monteren. Dus daar ga ik. Ik ben natuurlijk wel een meisje, dus dit is mijn kledingkast. Maar niet alles natuurlijk, kom maar mee voor de andere helft. Ja.
Nou, oké, dan heb ik hier nog een helft. Hier is nog een helft. Ja, goed. Nou, dit is mijn nieuwste aanwinst, jongens. Ik ben klaar voor de winter. Ik heb ook een boekenkast. En dat gaat van hot naar her. Van studieboeken, kookboeken, naar reisboeken, naar Grit Mak, mijn lievelingsschrijver. Als iemand mij ooit wil voorlezen, kom maar. Nou, dit is mijn eettafel waar ik altijd lekker eet met vriendinnetjes en wijntjes drink. En computer. Dan gaan we nu even naar mijn slaapparadijs. Ik moet eerlijk zeggen dat dit een heerlijk bedje is. In this California. Niet te vergeten komen wij aan bij mijn pronkstuk. Namelijk mijn megatelevisie waar menig man mij om uitlacht. Dus film maar even goed, mannen van Nederland. Zo kan het ook. Ik neem jullie nog even mee naar de badkamer. Listen to the sound of my voice. De lamp aan. Nou. Ja, alles wat je nodig hebt. En dan nu neem ik jullie mee naar mijn huisgenoot Jaap. Jaapie! Ah, daar is hij al. Wat is dit? Ja, dit is Stug. En dit is dus mijn bovenbuurman. Hallo. Ja. Dat zijn dus ook mijn huisgenoten. Daar ben je mooi klaar mee. Hoi! Hey, hoi! Hoi! Ik kom even wijn doen. Dit zijn mijn vriendinnetjes. Hey, proost! Heerlijk. Nou, Stug, je hebt mijn huis gezien, je hebt mijn boeken gezien, je hebt mijn bed gezien, je hebt mijn keuken gezien, je hebt mijn huisgenoot gezien. Zelfs mijn vriendinnetjes. Dus nu heb ik tijd nodig voor hun. Dag. Het academisch jaar 2011-2012 is inmiddels knallend geopend. En dat jaar begint vroeg, maar het academisch kwartiertje is niet meer. De wekker mag dus vroeger gezet worden en wij polsen vandaag onder de studenten wat ze daar eigenlijk van vinden. Hallo, ik heb een vraag. Het academisch kwartiertje gaat dit jaar naar Schalemiezen. Wat vind je daarvan? Ja, niet leuk. Waarom niet? Het is traditie, dus dat moet gewoon blijven, vind ik. Vertel eens, wat vind je van de afschaffing van het academisch kwartiertje? Ja, ik vind het heel merkwaardig en ik vind het heel jammer dat zo'n traditie verbroken wordt, eigenlijk. Wat is er zo belangrijk aan een traditie dan? Nou ja, ik weet het niet. Ik vind het gewoon... langer op je bed liggen. Dat is het gewoon. En dat moet blijven. Want nu beginnen de kwartiertje eerder, maar eindig je ook weer een kwartiertje eerder. Ja. Dus ik begrijp niet waarom je dan een jarenlange traditie van bijna 400 jaar aan de kant zou schuiven. Maar vind ik jammer. Efficiency, toch? Ja, dat zeggen ze. Maar moet het allemaal draaien om efficiëntie? Dat weet ik niet. Dag. Het academisch kwartiertje gaat naar de kloten. Wat vind je daarvan? Ik heb al een half jaar geen academisch kwartiertje meer, dus ik ben er aan gewend. Hoe heb jij nou een half jaar geen academisch kwartiertje meer? De beta-faculteit als eerste. De beta-faculteit als eerste? En dus nu pas... Ben je een ervaringsdeskundige, ben jij? Ik ben een ervaringsdeskundige. Hoe gaat dat? Ja, het is even een kwartier eerder opstaan. Nou, succes met vroeg opstaan. Dankjewel. Jij ook, hè? Nou, meneer Sterke, allereerst de beste wensen voor het komende jaar. We beginnen vroeg, heb ik begrepen, want het academisch kwartiertje is eruit gegooid. Ja, dat klopt. We beginnen gewoon op het hele uur. Waarom is dat?
Het heeft te maken met de planning van de collegezalen. Niet zozeer willen we van het academisch kwartiertje af, maar we willen meer timeslots hebben, heet het dan. Dus van 9 tot 11 en uiteindelijk ook van 5 tot 7. Er komt eigenlijk gewoon een collegeuur of een collegeperiode bij. Ja, eigenlijk, want we hebben te weinig collegezalen. Dus we moeten met je goed omgaan met de schaarse middelen. Ja. Maar kon dat niet van 4:15 tot 7 dan? Nou, dat kan ook, zeg maar. Je kunt ook afspreken dat je collectief om 4:15 begint. Maar we zagen eigenlijk geen reden om gewoon op het hele uur te beginnen. Om niet op het hele uur te winnen, sorry. Traditie misschien? Ja, maar de tradities zijn elders in het land weer anders. Ik sprak net iemand die zei van ja, zo vroeg in de ochtend ben ik nog niet zo effectief. Dat kwartiertje, dat scheelt een hele hoop. Nou, als het dan een kwartier ligt, dat vind ik heel, heel verpand. Maar het zou kunnen. Maar je hebt natuurlijk ochtendmensen en avondmensen. Ik ben zelf meer een ochtendmens. Dus ik heb makkelijk praten. Ja. Dank u wel. Graag gedaan. Studeer je zelf nog? Ik studeer zelf ook nog, ja, zeker, okay. Zeker. Ik moet weer morgen om 9 uur. Klokslag. Ja, dan begint een nieuwe regime, hè? Ja, precies. Ja, leuk. Ik zet de wekker alvast. Nou, oh, mooi. Is Fokko, een 25-jarige student psychologie. En Fokko is fokt op. Hij werkte in een paar uurtjes tijd zo'n 20 glazen bier naar binnen. Best te doen, dacht hij toen. Maar hij had niet in de gaten wat alcohol met je lichaam doet. Het gif komt via de slokdarm, de maag en de dunne darm in het bloed terecht. En door het bloed wordt het verspreid over het hele lichaam. De drank vermindert Fokko's seksuele prestaties, maar het brengt meer belemmeringen met zich mee. Vooral de volgende dag. Fokko heeft hoofdpijn. De aanmaak van het antidiuretisch hormoon wordt tegengewerkt, waardoor de productie van urine toeneemt en de vloeistofdruk in de hersenen afneemt. Ook Fokko's lever heeft veel te verduren gehad. Het orgaan breekt gifstoffen af. 1 glas alcohol per 1,5 uur. Met de 20 glazen van Fokko draait die lever overuren. En zolang je lever nog aan het werk is, blijf je dronken. Tijd voor Fokko om hulp te zoeken. Vandaag krijgt hij een anti-katermassage. Hallo. Okay, ik ben dus gisteravond echt gewoon echt heel erg allemaal. Helemaal, ja, gewoon compleet helemaal gewoon brak. Echt heel brak. Gewoon. Okay. Gewoon brak. Oké. Okay. Gewoon niet goed. Oké. Okay. Nou, je hebt hier de anti-katermassage. Dus ik ga proberen in ieder geval de kater een stuk te verlichten. Tof. En wat gaan we doen? Ik bied je zo dadelijk eerst een beker water aan. Die mag je opdrinken. En vervolgens ga ik verder met de massage. Mag je je bovenkleding ontkleden. En kunnen we beginnen. Nu? Fuck! Als je moet braken, ik heb hier in ieder geval een zakje. Je armen zijn lang genoeg, dus dan kun je hem eventueel erbij pakken. Alsjeblieft. Ik geef nu een dekmassage. Toen ik op een terrasje bij de drie gezusters zat van goh, wat gaat hier veel bier er doorheen. Je moet nog wel eens een kater kunnen krijgen. Goh, daar moet ik eens wat mee gaan doen. Ja.
Heb je zelf ook vaak katers? Om eerlijk te zijn drink ik amper alcohol. Maar hoe weet je dan wat ik voel? Nou, ik kan me het goed voorstellen. Gaat het nog goed? Stel dat je nou echt gewoon een avond te veel heroïne hebt gebruikt. Ik heb hier ook een massage voor. Nee. En cocaïne? Ook niet. En ecstasy? Ook niet. Paddo's? Ook niet. LSD? Ook niet. Slaapmiddelen? Nee, ook niet. Wiet? Nee, ook niet. Dat gaat hem allemaal niet worden. Voor coma-zuip heb je dan ook speciale coma-massage? Nee, toevallig niet. Het zou wel een goede marketingding zijn. Dat je, kun je zelf co-massage noemen. Nou, dat was hem. Je voelt je waarschijnlijk vast beter. Gaat het goed? Goed, man. Ja. Graag gedaan. Zo, ik heb eigenlijk wel zin in bier. Ja, bier is goed. Dus. Fuck. Dit was het toch? Staat erop? Kut man. Doe maar gewoon wat, ik monteer er gewoon muziek op. Ja, een nieuw jaar, een nieuwe ronde, nieuwe kansen. En om het jaar spannend opnieuw